QB and the Blizzard. Zanger was Harry Musquet, alias QB. De band kende verschillende samenstellingen, maar steeds was gitarist Ilko Gelling erbij. Een ander beroemd Blizzard-lid was Herman Brood. In 1973 ging de band uit elkaar, maar afgelopen zaterdag was er een reunie van QB and the Blizzard op de Haagse Beatnacht. Een week daarvoor hadden Musquet, Brood en invaller David Hollestelle repetitie bij Musquet thuis, 6 hoog in Assen. Ze vertelden over de blues, maar vooral, ze speelden de blues. Wat weer de blues? Nou ja, blues is nooit weg geweest, hè. Ja, het is de root of all evil, volgens mij. Het is ook de basis van de, nog steeds van de muziek van vandaag en de dag. Ja, je moet blues ook iets breder zien als een begrip als alleen de muziek, denk ik. Loop je een meisje weg, bijvoorbeeld? Ja, het is altijd hetzelfde, hè. Het is altijd dezelfde shit en zo. Wat zijn de ingrediënten van de blues? Bijvoorbeeld, je meisje loopt weg. Ja, muziektheoretisch is het zijn de drie akkoorden. Dat is al heel makkelijk natuurlijk. Dan heb je dat is tenminste geregeld. En dan kun je nog sneller. En 12 maatjes. Dat is heel grappig, een muziekvorm die gewoon... Dat is verder geen punt. In 1966 waren QB and the Blizzard ook te zien in een jongerenprogramma, namelijk View van de Avro. Presentatrice was toen, 20 jaar geleden, Ilona Visser. Waarom maken jullie deze muziek eigenlijk? Omdat we zelf liefhebber van deze muziek zijn. Ja, waarom nog meer? Zijn er nog meer redenen voor? Het is een soort behoefte. Ga weg. Ik bedoel, je moet gewoon op de bühne staan en dan ook als mensen staan. Voor mensen in de zaal dus. Nee. Zo vind ik het. En niet als Jan de artiest van, allee, hier ben ik en jullie zijn allemaal maar jongetjes of zoiets of meisjes waar ik eens even lekker op neerkijk. Somebody will see someday, baby. The tears that keep falling from my eyes. Somebody will know someday. Toen wij begonnen was alles nog heel primitief en we hebben echt alles aan gedaan om aan versterkers te komen. We lagen nachten op om op een gegeven moment te proberen spaarbankboogies die vastgezet waren om toch nog los te krijgen om versterkers te komen, want daarvoor moesten we het allemaal op radio's doen en zo. You know I had such a good loving woman. Nou, blues is voor mij een afspiegeling van het dagelijkse leven. En vertelt je iets over ervaringen, goed en slecht. En, volgens een van de grootste gitaristen, Clapton, die zegt altijd bijvoorbeeld ik doe dit en ik doe dat, maar af en toe moet ik eens een keer mijn batterijtje opladen en dan ga ik weer terug naar af. En dat is dan voor hem ook de blues. Het is eigenlijk the roots of all evil, hè?